different from your eyes. See you. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5L, Speedy voor omhoog. En vandaag ga ik pot met Wim met de T6 gemaakt door Emma Altsmeer of Team MH. Maar ik meen dat ze laatst hun naam gingen of gaan veranderen. Dus, of hebben veranderd al, dat weet ik nou niet. Maar in ieder geval zo ken ik ze onder die naam. We gaan de straat op met deze T6 dus. Verder niks bijzonders te melden. Dus laten we gaan. Voertuigcontrole zal nog even de goede orde doen. Stop politie en politie volgen. Of alleen volgen. En oranje. Er zit geen blauw of geen zoeklicht en groen op. Of dat heb ik gemist. Dat kan natuurlijk wel. Dat ik dat over het hoofd heb gezien. Maar voor nu. Oh. Wat zit hier nou te doen? Slingeren, er komt rook uit geloof ik. Nou, dat niet. Wel slingeren. We zitten in de nacht, dus ja, wie weet wat dronken mensen zoals deze. Stopteken is gegeven. Ik hoop niet dat die iemand aanrijdt. We gaan de meneer even aanspreken. Twee personen in het voertuig. Goeiedag. Hallo. Ik ruik alcohol, dat staat in ieder geval in beeld. Hoe ga je een rijbewijs zien, meneer? Bill Marks, eigenaar van het voertuig. 20 jaar oud. Okay. Bill, heb je iets gedronken toevallig? Nou, dat kan ik me niet helemaal herinneren. Heb je drugs genomen? Niet recent, nee. Oké, drugs zit nog best lang in het bloed en zo en in het speeksel. Dus het kan zomaar zijn als hij 2 dagen terug drugs heeft genomen dat het nog steeds in bloed zit, als ik me niet vergis. Dus je mag even voor mij blazen, tot ik stop zeg. Blazen, 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 blazen. Maar... Oké, dat is te veel. En nog even een speekseltest. Die is negatief. Goed. Jij mag in ieder geval even uitstappen. Police, stop whatever the hell you're doing. Ga je uitstappen? Ja, heel goed. Blijf even staan, ja? Of nou, weet je wat, kom maar mee. Voordat er iets... Ik ga hem op de stoep neerzetten, want die kan bijna niet meer lopen. Je blijft staan. Goedendag mevrouw. U bent... moeder, zo te zien, 1976. Dat zal waarschijnlijk wel de moeder zijn dan. Heeft u iets gedronken, mevrouw? U mag ook even blazen voor mij. Oké, en heeft u drugs genomen? Nou, we gaan even een speekseltestje afnemen. Waarom doe ik dit? Want ze rijdt niet, maar ik doe het wel omdat als zij alles negatief is. Heeft u een rijbewijs? Oh, even een rijbewijs trouwens. Oh, dit gaat fout. Sorry mevrouw. U mag in ieder geval uw weg vervolgen met het voertuig. Ik weet niet op wie's naam het voertuig staat. Nee mevrouw, dat was per ongeluk. Wacht even. Ja, Jackie Jim, dit is... Van wie is dit voertuig dan? Het zal allemaal wel. Mevrouw, succes. Mevrouw gaat verder met het voertuig. Deze meneer is aangehouden. Ja. Jij mag even omdraaien. Hand op de rug doen. Zo. Eenmaal aanhouding, artikel 8, rijden onder invloed van alcohol. Ik ga nog even fouilleren en dan gaat hij naar het bureau. En dan hebben we de eerste aanhouding al te pakken vandaag. Hij heeft wel wat knuckle dust. Is dat geen boksring? Zo'n bokshand ding? In ieder geval ga ik een transportje deze kant op. Die kan hij aanvragen, dan doen we hem. Zo.
Een collega vraagt om een assistentie. Wij hebben een melding van een verward persoon met een wapen. Rijdt alsjeblieft prio 1. Een prio 1 melding, we gaan ons kogelwerend vest aantrekken. En die moeten we altijd even zoeken. Dat staat hier ergens, kogelwerend lang. Oké, kogelwerend vest is aangetrokken. We gaan naar een persoon die mogelijk dus verward is. Ja, hallo. En een wapen heeft. Oké, dat ging goed. Niet helemaal, maar blikschade, snap je. Dit is een omstander. Goedendag. Hallo. Heeft u 112 gebeld? Ja, dat was ik. Ik ben zo bang. De guys wil ik zeggen. De man van mijn buurman die loopt met een machete rond. Oké, heeft hij jou verwond? Nee, ik denk dat de PTSD heeft. Of PTSS in ons in Nederland. Ik ben bang dat iemand wilt gaan verwonden. Oké, rustig aan. Ik ga hem zoeken. Blijf maar binnen. Oké, dankjewel agent. Je bent zo aardig. Oké, alsjeblieft. ja. Oh, daar loopt hij denk ik. Ja. Hij loopt al buiten. Hoe ziet hij uit? Ik heb geen beschrijving. Hij heeft een machete. Ik moet even nadenken. Hè. Hij is dus verward. En ja, niet helemaal verward. Hij heeft PTSS. Hier stond PTSD. Dat is Post-Traumatic Stress Disorder. Maar in Nederland is dat Post-Traumatisch Stress Syndroom. En dat is... daar loopt hij. Dat is een heftige aandoening van mensen bij mensen die in ieder geval iets heftigs hebben meegemaakt. En dat is nooit leuk. Wow, dat is een vuurwapen. Oké. Hij blijft schieten. Hij blijft nog steeds schieten. Neus van bedenken gedrukt. Ik sta hier op de beeld. Wat hebben we nou gedaan? Laat vallen. Collega's zijn er inmiddels ook bij. Hij gaat me niet dood. Laat vallen dat wapen. Kom op. Oké. We zijn geraakt, maar zoals jullie zien in het vest. Meerdere malen in het vest. Oké, hey, een brandweerauto. Ja, dat is nou weer jammer. Dat is een autoladder en die kwam ook even kijken. Die staat op de riot plek en daardoor kwam die. Ja, wij gaan even naar meneer toe. Ja, wat ik dus wilde zeggen, dat is dus vaak, dat kan zomaar een militair zijn die iets heeft meegemaakt in Afghanistan. Maar dat kan ook een agent zijn die op iemand heeft moeten schieten. Dat kan ook een... dat kan ook gewoon een meisje zijn wat vroeger iets heeft meegemaakt wat niet leuk is. Dat kan iedereen meemaken. En dat is een heftige aandoening. Deze meneer die heeft dat dus, had dat dus ook in het spel. Ik ga wel een ambulance vragen. Ambulance. Ja, daar heeft hij recht op. En ter plaatse niks meer doen. Ah ja, die gaan mij ook nog even verzorgen natuurlijk. Hallo. Alsjeblieft. Nee, niet instappen, dan gaat die schenen weer aan. Ja, blijf daar maar staan, heel goed. Oké, hij is overleden, wij gaan een, kan ik dat ook met Ultimate Backup vragen? We kunnen zelfs een... Dat is code 3...
Ik kan hier geen waiter vragen. Geen, wat wil, ja, via Ultimate Backup kun je dus geen lijkschouwen vragen, maar die staat wel in mijn porto, dus dat scheelt gewoon. Dan gaan we over naar het normale steakfest. Kijk, deze opties zijn super vet, maar het zijn er 68 en steakfest staat echt ergens helemaal hieronder. Kogelwereld staat hier op 37 en dat is best ver weg. Jullie gaan hem meenemen. Normaal komt hier natuurlijk de recherche, misschien Rijksrecherche of zo. Nou, hier, hun zeggen dat hij is overleden door een hoge val. Maar dat lijkt mij niet, want hij is niet gevallen. Ja, toen die werd neergeschoten, maar dat is geen hoge val. Maar goed. Wij gaan door, kijken wat het ons vandaag nog meer gaat brengen. In de nacht. De nacht is nog jong, of hoe zeggen ze dat? Maar er is genoeg gebeurd nu al. Kijk. Daar staat een prostituee. Nu blauw inzet, dan raakt ze in paniek. En dan rent ze weg. Mevrouw, dat is niet toegestaan. Ja, ja. Gewoon lopen. Het bugt een beetje. Maar ze weet verdomd goed dat dat niet mag. Misschien was ze toch geen prostituee, maar ze zag ze uit. Oh, je mag niet vooroordelen. Ja, dat doe ik lekker wel. Ja, zij ook. Zij had gewoon geen broekje aan. Ik zeg gewoon de kont. Citizens reporting, medical aid requested. Rijd alsjeblieft prio 1. Ja, nog een auto-ongeval. Oh, ze gaan knokken geloof ik. Wat zijn ze dan doen? Nee, nee, stop nou. Jij bent zo'n knuis. Je ziet toch dat het gebeurt? Nee, wacht, wat gebeurt? Ik ga in de Phantom staan. Even iets snel doen. Ik krijg even een belangrijk berichtje. Sorry mensen, heel professioneel van mij. Oké, dat is opgelost. De G, slowdown traffic. Als het goed is gaan ze naar rechts. Wij gaan hier even kijken. Dit groene voertuig, dat is er niet bij betrokken. Ik zeg het jullie alvast. Even kijken, we hebben hier niemand in zitten. Oh, die staan een fik. Godverdomme, met dat kutgroene voertuig van je. Ja. Oh my god, het gaat helemaal fout. Ja, 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 ja. Meekom. Ja, naar achter. Rijden langs. Je bent helemaal koekwous, jongen. Backup. Code 3, fire department, snel. Ja, hij is uit. En hij crasht. Nee, hij crasht niet. Daar komen ze. Harder. Jij met die groene auto. Ik krijg echt een tia van jou. Jij gaat nu uitstappen. Jij bent bij deze gewoon aangehouden. Belemmeren van mijn werk. Artikel 500 of zo. Brandweer. Die auto stond in de fik. Oké, doei. En ze zijn wel weggekomen dus. Oké, we hebben dus, ja, wat we trouwens, wat ik wel dacht te zien, is dat iemand die kant daar opliep, naar daar. We hadden even wat prioriteiten, een brandend voertuig, mensen in de buurt. Ik ga nu vragen, hey, wat is hier gebeurd jongen? Alles oké? Mijn rug doet een beetje pijn, maar ik denk dat ik oké ben. Oké, dat is niet heel mooi. Oh, de tweede slachtoffer die is geloof ik wel de kloten opgegaan. Die is hier aan gaan lopen. Oké. Komt hij weer terug? Hey. Hij denkt dat ze wel fit die hebben. Dat die tweede naar terug komt. Ze waren aan het vechten, maar die ene is weggelopen. Maar er was toch nog een gesprek gaande tussen twee. Deze meneer is bang, die andere die komt nu terug, ja. Ik ga van jou. Dat kom ik dan met dit doen. In ieder geval even een ambulance laten komen. Ik kan niet onder een A2. Misschien wat gebeurt er in een rapid of vraag. Dat is een gele BMW.
Daar komt de tweede slachtoffer. Jij blijft staan. Oké, okay, als je... Wait up! Stop. Police! Stop whatever the hell! Stop. Staan blijven. Ik ben aangehouden. Nee, niet hij. Deze beste piepen. Oké, okay, de rapid responder heeft beide nagekeken. Niks aan het handje of zo. Die meneer hoeft niet mee. Ja, ik ga hem even fouilleren. Hij heeft fentanyl bij zich. Dat is een medicijn, een pijnstiller. En dat kun je, daar kun je wel het een en ander mee. Ze nemen een beslag, gaan we verder kijken hoe die dan komt en zo. Gaan we drie takenwagens vragen en gaan we snel weer door. Zo, dan hebben we dit wel afgehandeld. En dan ga ik alvast rijden. En dan ben ik goed. Dan mag het script alles verder opruimen. Dat doen ze vast ook wel. We zetten op de Z en wij gaan weer verder. We hebben nog wat nieuwe meldingen, meldingpacks erin staan. Dus wie weet krijgen we daar nog wat leuke meldingen van. Het is nu druk op straat, ondanks dat het weet ik veel hoe laat is. 3:10 in de nacht. Nou, blijkbaar hoeven mensen niet te slapen. Medical aid requested on Alter Street. Oh, oké. Okay. We gaan weer door, Priway. Het betreft een Prio 1 melding van een onwel persoon, bekend met diabetes. Is het mogelijk in een voertuig? Hallo, meneer, kunnen we horen? Wim, politie, hallo. Oké, okay, meneer, is het een hyper, meen ik, 333 mg/dl, dat kennen wij niet. Wij kennen mg, well, even googlen hoor. Nog even omrekentabel hier. Hoeveel heeft hij? 333 had hij, hè? De tyfus die heeft boven de 18, dat is een hyper. En dat is niet goed. Dat is dus te veel, hè? Veel te veel. Nee. Oké, okay, weet je wat? Ga maar even slapen. Oeh, hij... Boom. Even slapen, even slapen nou. Hoppa, 1, 2, ops, oké. Okay. Dan kunnen we een ambulance voor hem vragen, snap je? Backup A1 ambulance. Nee, geen zin. Ambulance. Oh, daar komen ze weer met de lucht door. Is er nog iemand in? Is dat nog iemand in, geloof ik? Ja? Oh nee. Komen ze. Stop, stop, stop! Jullie kunnen ook echt drie keer niks. It's a wrap for this one. Ja. Oh my god. Oh, oh, dat is een snelle auto. Ja, lekker geparkeerd Wim. Niks meer aan doen. Deurtje dicht. Oké, okay, hij leeft. Dat is mooi. Hij gaat mee met de collega's van de ambulance dienst. Is nou echt mijn T6 weg? Oh ja, ik heb natuurlijk dat voertuig nu als mijn voertuig gepakt. En nu is die zeg maar weg. De persoon gaat mee met de ambulance dienst richting ziekenhuis. Een hyper is dus, ja, het zal dan dus een persoon zijn met diabetes type 1 waarschijnlijk. Die maakt geen insuline aan.
zijn lichaam dan, wij natuurlijk wel, hè. Of ja, met wij spreekt over mensen die geen diabetes hebben. Hij zal dus ja, veel hebben gegeten, niet hebben gespoten, want die spuiten normaal met een insulinepen. Heeft hij niet gedaan, komt een hypor en een hypor die geeft eigenlijk ook wel klachten en dat gaat uiteindelijk in de dood omgezet worden als je er niks aan doet. And you call beaten on fist fight. Ja, 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 dat kwam door mij. Maar hij moest gewoon even slapen. En dat zou je uiteindelijk ook kunnen doen met een hyper. Alleen je wordt er niet meer wakker. Vaak zie je toch wel dat het sneller een hypo is. En nu deden wij de bloedsuikermeter. Jij was aan het slingeren geloof ik, hè? Ja, jij bent aan het slingeren. Vaak deden wij de bloedsuikermeter, dat deden wij, maar dat kan de politie niet. Tenzij die meneer zelf een apparaatje bij heeft. Maar dat kan normaal alleen de ambulance. Ambulance heeft geen insuline bij. Dus ja, die moet gewoon naar het ziekenhuis. Maar deze persoon nog even controleren. Als we dat hebben gehad, dan is het klaar voor vandaag. Dan gaan wij alles tikken op het bureau. En de video beëindigen. Ik maak grondig gebruik van mijn zaklamp. Want dat doen ze in de nacht ook. Ik zie één persoon zitten. Goeiedag. Hi. Voor mijn rijbewijs. Dankjewel. Bernardo. Bernardo, heeft hij iets van alcohol of drugs gebruikt? Want ik zie slash ruik het. Ja, wil je ook wat? Ik heb hem gevraagd, heb je alcohol gebruikt? Ja, wil je ook wat? Heb jij drugs gebruikt? Nee, oké. Blijf even hier staan. Kijk, iets heeft het alweer verraden. Namelijk de vraag waarom heb je geen geldige registratie van het voertuig. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 6, 2, echo, en daar staat inderdaad geen geldige registratie. 4, 6. Dus gaan we nog even vragen. Ik dacht dat dat automatisch moest. Moet ik daar iets aan doen dan? Gaat dat niet? Dat gaat toch automatisch? Als je een voertuig koopt, dan wordt hij toch gewoon geregistreerd. Hij heeft best een punt. Ik weet het eerlijk gezegd ook niet. Ik ga je wel nog even laten blazen en nog even een speekseltest afnemen. Dat is te veel. Even kijken. Dan hebben we een speekseltestje. Oké, positief cocaïne, cannabis, sorry. Dus hij heeft cannabis gebruikt en te veel gedronken. Dat betekent dat jij mag uitstappen en jij bent bij deze aangehouden. Dan mag je even omdraaien, geen rare dingen doen. Wat gebeurt hier? Ik zie niks. Eenmaal AT. Oké, jij gaat mee naar het bureau met een collega. En de auto wordt in beslag genomen, dat gaan we even onderzoeken hoe dat allemaal zit. Zodat we omdat hij niet geregistreerd staat, dus je moet sowieso mee, meen ik. En dan ga ik jullie kijkers bedanken voor het kijken en ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video wat het gaat zijn. Ik heb zelf nog geen idee, dus laat je verrassen. Ja, helemaal goed man. We wachten nog even het transportje, maar die komt, die rijdt hier boven ergens, dus daar gaan we eigenlijk niet meer op wachten. Nou, tot de volgende video. Joe.